eten op een stoel. Oh, wat lelijk. Je ziet mijn panty er doorheen. Oh, en het echt nog leuker. Good morning en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat ik weer een werkdagje heb. Ik ben ook helemaal klaargemaakt en ik ben helemaal ready om te filmen. Mijn statief staat al hier. En ik heb hier naast mij een action tas. Oh my god, we gaan gewoon een action shoplog opnemen. Ik twijfel wel of ik hierin ga filmen, want hij zit niet meer zo lekker. Hij staat natuurlijk een beetje op knappen door die dikke buik van me. Ik had verder gehoopt om donderdag naar de kapper te kunnen, maar uiteraard zitten ze helemaal vol. Dus ik moet nog heel even wachten, maar goed. Anyhow, ik ga nu in ieder geval filmen, want mijn batterij is opgeladen, zie ik. Ik zit er klaar voor. Dus ik kan gewoon lekker beginnen. Goed, de video die is opgenomen. En mocht je je afvragen hoe het eruit ziet na het filmen van een video. Nou, om precies te zijn, zo. Het is semi opgeruimd. Het is 3:15. Ik heb toch de andere video nog even apart opgenomen van de babykleding. Dus vandaar dat jullie dat ook niet in deze vlog zien. Ik heb nu een beetje een dilemma. Of nou ja, een dilemma is wel een heel groot woord. Maar er is zoveel wat ik moet doen. En ik moet alles proppen in deze ene vrije dinsdag. Waar ik de laatste tijd gewoon best wel veel moeite mee heb. Want als je mij volgt op Instagram, dan weet je ook dat ik nu bij een management zit. En dat management regelt bijvoorbeeld samenwerkingen voor mij. Dus vanaf nu gaan jullie alleen maar samenwerkingen zien. Dat is absoluut niet waar. Zo ben ik niet. Dat heb ik ook aangegeven. Dat wil ik niet. Maar dus er zijn stories die ik moet maken voor Instagram. Maar ik wil ook heel graag de weekvlog online hebben. En daar is nog 0,0 aan bewerkt. Dan is er ook nog zoiets als het huishouden hier beneden. Nu ook weer 2 video's gefilmd. En die moeten ooit nog een keer bewerkt worden. Waar ik de tijd ga vandaan halen om te bewerken, weet ik niet. Ik heb nog 2 andere video's van vorige week, die ik vorige week gefilmd heb, die ik dus ook nog moet bewerken. Er is zoveel te doen en ergens word ik daar altijd heel erg gedemotiveerd van. Dat ik dan denk, het is zoveel, ik wil gewoon op de bank liggen. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik denk ook niet dat ik ga bewerken, want dat kan ik in principe ook prima in de avonduren doen. Alleen wil ik dat dan weer niet, want ik kijk ook goede tijden. En dat is de tijd die ik heb gewoon met Mitchell. En dan gaan we gewoon samen de bank op. Gewoon samen zijn. Rond 4 uur moet ik sowieso weg. Of minstens ga ik 4 uur doen. Ja, ik denk het wel. Want ik moet natuurlijk weer luiers halen. Ik heb ze besteld. Maar op een of andere manier duurt het ellendig lang voordat het binnen is. Donderdag komt ons nieuwe bed. Dus in principe is de slaapkamer wel gewoon ready. Ik denk dat het best is om te doen. Een bak koffie zetten. En dan ga ik een half uurtje bewerken. Dan is het iets later dan 3:15. En dat ik dan toch hier beneden als een soort van wervelwind even door het huis ga. Dus het is inmiddels 4 uur. Ik ben nog niks verder gekomen vandaag. Wel is mijn pakketje binnengekomen die ik nodig heb voor mijn stories voor Insta. Oh, krijg ik net een appje van Mitchell dat hij vanavond het eten gaat verzorgen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Even kijken wat dit allemaal is. Dit is van Twist Shake. En waarschijnlijk heb je daar wel eens van gehoord. Mooie dingen zeg, voor onderweg. Ook dit stuk in de vlog is niet gesponsord of zo. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze allemaal gestuurd hebben. Dit is in ieder geval waar het om gaat. Dat is zo'n mat waar je dan een bord op kan klikken. Zodat ze het niet heel makkelijk op de grond kunnen kwakken. Dus ik denk dat ik die stories nu even ga maken. En dan kan ik rond 4:30 alsnog even mijn prik halen. Want ik heb wel die prik nodig. Voor mensen die niet weten, ik heb altijd B12 injecties tegen mijn vermoeidheid. En dat moet ik wel wekelijks blijven doen. Moet ik mijn lipstick fixen? Ik denk het wel. Dus dat ga ik nu doen. Eeuw, ik dacht dat daar iemand stond. Net als elke donderdag had ik ineens weer op het einde super stress en druk, druk, druk. Er zitten echt veel te weinig uren in een dinsdag. Revi ligt inmiddels op bed. Hij is wel nog in slaap aan het vallen, maar ik gok dat hij heel snel vertrokken is, want hij was echt helemaal kapot. Ik heb nu iets superleuks om te doen, want ik heb 3 volle wasmanden
van vandaag. Het is bijna 8 uur. Ik heb even theetje gezet en dan ga ik Goede Tijden kijken terwijl ik de was opvouw. En ja, dat was dinsdag. Veel te snel. Goedemorgen. Oh, daarom heb ik deze nooit aan. Dat is wel duidelijk. Daar is Revy en wij gaan onderweg naar Woerden. Wij gaan namelijk even op bezoek bij Lotte. We gaan kijken bij haar nieuwe huisje en gewoon even gezellig lunchen. Haar vorige adres kon ik bijna uit mijn hoofd vinden. Maar ja, ze is natuurlijk verhuisd. Dus ik heb nu geen idee waar ik naartoe moet. Wow, het is toch nog 56 minuten. Telkens verbaas ik me er weer over. Geef een seintje wanneer je wegrijdt. Ja, ik ben al 10 minuten onderweg. Ik heb getankt. Ja, ik rijd nu weg. Ik zou dat inderdaad laten weten. Zijn we er klaar voor? Het is eindelijk wat warmer hier. Ga je kijken? Revy krijgt een roomtour. Oeh. Oeh, het is wel fris. Ja. Dan doen we straks eerst maar even een jasje aan. Ik kan het niet over de drempel. Dat zien we straks wel. Nee. Oh nee, hij snapt dat wel. Ja, hij zit wel te kijken van. Kom dan. Oh. Ja, goed zo. Ga maar, kan je wel. Ja. Bal. Oh, ik zag die. Ja. Bal. Ga maar pakken. Het is 3:15 en ik kom net thuis. Ik heb gelijk Revy op bed gelegd in de hoop dat hij gaat slapen. Ik vraag me soms echt af waarom wij geen kind hebben die gewoon in de auto slaapt. Elk kind slaapt toch in de auto? Maar Revy heeft dat dus echt nog nooit gedaan. Dus dat is altijd fijn. Dan denk je, nou, hij is nu moe, ik ga nu naar huis. Het is een uur, dan slaapt hij wel. Mooi niet. Het was in ieder geval wel weer even leuk om Lotte te zien. Echt een mooi huisje. En de eetkamerset vind ik echt geweldig. Dus dat was leuk. Je hebt 3 seconden om te raden of Revy heeft geslapen. 3, 2, 1. Nee! Ga maar rondjes draaien. Open. Kom. Open. Ja, die is open. Ik weet het. Open. Ja, open. Die is open. Open. Poes zit daar ook. Boom! En dan mama! 1, 2. Boom! Ja, ik word uitgelachen. Ja. Valt nu wel op, hè, dat hij dat dan doet. Ja, inderdaad. Nou guys, wij hebben een nieuw bed en hij is erg groot. We wisten natuurlijk wel dat hij groot was, maar nu is het gewoon onze hele kamer. Eeuw, ik zie nog allemaal handen. Zo ontzettend groot en echt deze kleur is prachtig. Maar dus, dat was dus het begin van de donderdag. Ze kwamen lekker vroeg, dus dat is fijn. Dan is het in ieder geval gewoon lekker gedaan. Alleen moet ik nu even kijken wat ik met de rest van de kamer wil, want het ziet er niet uit zo. Hier doe ik altijd mijn hele skincare. En dan zit ik eigenlijk op gelijke hoogte als het tafeltje. Maar het bed is nu veel hoger en ik vind het gewoon heel lelijk. Het valt helemaal weg. En ik heb een pakketje binnengekregen van Paula's Choice. Die laat ik ook zo meteen even zien, want ik weet niet specifiek wat erin zit. Ik heb het gekregen. En ondertussen heb ik het idee dat mijn buik elke dag meer en meer groeit. Het gaat echt zo snel nu. Het is nu 12 uur en ik ben mijn vaste plekje kwijt. Want ik kan nu niet meer normaal op bed filmen. Zonder dat het allemaal niet klopt. Maar anyhow, ik wil nog steeds mijn pakketje openen van Paula's Choice. We hebben echt een super drukke ochtend gehad. Ik heb hier alles weggehaald wat ik net liet zien met dat bankje en met die spiegel. Want ik vind het gewoon veel te veel als het allemaal blijft staan. Ik ging het pakketje openen. Even een schaar pakken. Jeetje, wat een bed. Ik ben echt helemaal verbaasd. Rebecca, hier ontvang je de producten. Veel plezier ervan.
Volgens mij hebben ze alles gestuurd. Oh my god. Met Black Friday heb ik toen voor het eerst Black Friday. Paula's Choice aangeschaft. Gewoon zelf, zeg maar. En dat heeft zoveel goeds gedaan voor mijn huid. Er komt sowieso nog een hele skincare update. Maar ik draag nu helemaal niks. En ik ben eigenlijk gewoon super tevreden over mijn huid. En dit is het eerste product waar ik mega benieuwd naar ben. Dit is een Glow Moisturizer. Maar dan ook met SPF. Dus er zit SPF 30 in. En deze belooft dus echt een super mooie gloed te geven over je gezicht. Maar niet vettig of ja, echt dat typische zonnebrandcreme gevoel. Maar echt gewoon een mooie gloed. Dus dat is die. Dat is voornamelijk waar het om ging. Waar ik echt heel benieuwd naar ben. Dit is de Exfoliate Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Die heb ik daar al staan. Bijna op. Echt. Ik denk dat dit de lifesaver is geweest van mijn huid. Dan de toner. De Enriched Calming Toner. Staat ook toevallig daar. Ook echt nog maar zo'n laagje in. Ik gebruik het elke dag. En het is echt, oh, het is zo de investering waard. En dan heb ik nog twee andere producten. Want deze rode lijn, die heb ik bijna volledig toen aangeschaft met Black Friday. Dat is voor de hele droge huid. En daarom kocht ik het ook. Want begin van mijn zwangerschap was het super droog. En nu is het droge op zich wel opgelost. Alleen nu heb ik dus heel vaak last van roodheden. En daar is deze lijn heel goed voor. Dit is dus de Calm lijn. Dus die is heel rustig voor je huid. En dan heb ik hier een toner en een cleanser. Dus die heb ik allebei natuurlijk ook in het rood. Maar nu dan ook in de Calm. Wij zijn bij mijn ouders thuis. En ik heb net even nog een cadeautje gehad voor mijn vader. Want die is 60 geworden. Refi, die is voor jou. Ja. Voor jou. Goed zo. Oh, je zit nog onder de havermout. Ja, weet je wel. Papier vindt hij al leuk. Rio? Kijk, dit is een stapeltoren, maar dan met zijn naam erop. Hey. Wauw, die heb jij gehad. Dat is mooi. Dankjewel. Oh. Dat is leuk. Oh, en het echt nog leuker. Kijk dan. Kan je ook heel leuk gebruiken bijvoorbeeld voor in de kamer. Gewoon voor decoratie. Maar ik denk dat hij er veel liever mee wil spelen. En die wilde ik eigenlijk dus al voor de babykamer. Maar ja, we weten nog geen naam. Dus dat is erg moeilijk. En via Instagram mag ik ook een winactie weggeven. Maar ik denk dat die al geweest is als deze week vlog online komt. Maar je kan het in ieder geval even kijken op de webshop. Want ze hebben dus allemaal van die gepersonaliseerde speelgoed. En ook gewoon echt een mooi speelgoed. Hé, hey, past bij de trui. Hé, hey, trekken. Deze is zo pretty. Oh my god. Hier staat dus ook Revi op. Nou, dat vind ik echt, echt leuk. Zal ik even de papiertjes eruit halen? Kijk, zo ziet deze er dan uit. Echt heel cute. En dan kunnen ze dan gewoon loshalen. En zo zie je de cups wat beter. Echt heel erg mooi. Hier zie je nog even de webshop. Maar uiteraard zal ik het ook linken in de beschrijving. Dit is verder geen betaalde samenwerking, maar ik vond het gewoon heel erg leuk dat hij dan speelgoed heeft met zijn naam erop. En ik vind het gewoon ook een hele mooie webshop. En ik denk ook als die kleiner is, als in de baby, dit is ook een kleine, dat daar ook wel het een en ander van voorbij komt in de babykamer. Oké, het balkon ziet er niet uit, want we zijn gisteren heel druk bezig geweest hier. Er lagen van die matten en die waren helemaal kapot, dus dit is wat er over is gebleven. Ik heb een lekker tostietje gemaakt voor Revi. We zijn net bij de speeltuin geweest. En het is nu bijna 12 uur, dus ik dacht hij gaat eerst maar even eten voordat hij naar bed gaat. Hallo! Hallo! Laat je je huis zien. Welkom to my crib.
Waar je niet kan staan. Als je op visite komt. Oh, ik heb nog allemaal lasagne op mijn mond. Altijd met lasagne en dat oranje-rode saus. Wij hebben dus in ieder geval net gegeten. En Mitchell die eet vandaag op zijn werk. Want er is een nieuwe eigenaar of zo. En die kwam langs en weet ik veel wat. Maar uiteindelijk ging dat toch niet door. Maar gingen ze toch met z'n allen eten. I don't know. Ja, dat zeg ik. Ik weet het ook niet. Ondertussen kreeg ik net een hartverzakking. Want deze plank hier, die kwam een soort van helemaal naar beneden. Helemaal los. Dus alles wat hierop stond, dat schoof zo woep, naar beneden. Dus de hele inhoud, of nee, inhoud. Huh, hoe noem je dat? Ophoud? Wat op het plankje stond, dat staat nu hier. En mijn fotorek en al. Blij dat er niks stuk is. Zelfs die spiegel. Goedemorgen, mijn chaotische morgen. Het is 10 uur. Ik sta op het punt om weg te gaan. Ik moet alleen nog even mijn rokkie rollen. Ik ga vandaag, hoe is het mogelijk, naar Christina toe. En wij hebben elkaar echt voor het laatst gezien dat ik haar vertelde dat ik zwanger was. Dat kan gewoon niet. Het is zo lang geleden. Nou is dat niet zo raar in deze tijd natuurlijk. Oh. Anyhow, wij gaan vandaag weer een dagje filmen. Oh, wat erg. Als je twijfelt of je honden of katten wil, doe het niet. Nee, grapje. Het is heel leuk, maar dit niet. Nou is het wel zo dat deze rok het enorm aantrekt. Als in echt heel erg. Oh, wat lelijk. Je ziet mijn hele panty er doorheen. Ja, het is ook geen zwangerschapspanty, dus tuurlijk ga je dat zien. Ik ben vandaag in mijn tijgerprint. Het is echt heel erg en ik vraag me af of ze het nog weet. Ze kijkt überhaupt mijn vlogs niet, denk ik. Maar dit blouseje is nog steeds van Charlotte. En ik heb ook nog een trui van haar. Die mocht ik toen meenemen. En ja, dan komt het ooit wel terug. Maar het is nog steeds niet terug. Jongens, ik ben er. En vraag me niet hoe. Het was echt een chaos onderweg. Ik was even vergeten dat Groningen altijd open ligt. Het is wel al 12:30. Ik kwam ongeveer 12:00 aan. En ik moet om 16:00 alweer weg. Dus eigenlijk super zonde. Maar dan moet ik Reefje natuurlijk ook gewoon weer op tijd ophalen. Maar dat komt helemaal goed. We gaan lekker video's filmen en verder gewoon kletsen. We zouden ook nog even naar buiten gaan. Maar als ik het zo zie, dan denk ik niet dat dat hem wordt. Een super mooie tafel. Wat? Nou, ik wist niet of je het wist, maar ik vlog. Ik zit ook te zijn. Dat hoorde ik niet. Tadaa! Tadaa! We gaan ook lekker chillen op de bank. Eten op een stoel. Oh, wat gebeurt hier nou? Hoe kan dit? Ik raak het nog niet aan. Nee, je was al daar. Dat vind ik heel eng door een maalspiegel. Ik ben weer thuis en ik heb die kleine opgehaald. Waar ben je? Dus ik heb vandaag vooral in de auto gezeten. Het was 1,5 uur naar Chris toe. Toen 1:20 Reefje ophalen. En dan nog 20 minuten naar huis. Dus ik heb superveel in de auto gezeten vandaag. En dat met die keiharde wind. Die arme kat. En toen ik vanochtend wegging, waren er 4 pakketjes binnengekomen. Maar ik had geen tijd. Ik moest gelijk gaan. Dankjewel. Reefie, die is net in bad geweest. En nu is het tijd om pakketjes te openen. Want zoals ik al zei, die kwamen binnen voordat ik weg moest. En toen had ik haast en toen had ik geen tijd. Ik denk dat dit gel lak is en dan zonder lamp. Oh wow, ook gewoon de hele collectie. Het is van Sally Hansen. Vind ik sowieso een heel goed merk. Heel mooi. Oh, dat kan ik nu helemaal niet goed laten zien. Maar oh, jawel, je ziet het wel, zeg maar, het effect. Ja, 9 nieuwe kleuren. €12 per stuk. Vanaf eind maart 2021 verkrijgbaar bij de verkooppunten. Het is de hele nieuwe gel collectie van Sally Hansen. En ik had al eerder vermeld vanaf wanneer die in de winkel zijn. Dat weet ik nu even niet meer uit mijn hoofd. Dan gaan we naar de volgende. En dit is foundation, denk ik. Van Bourjois. En dat was vroeger echt mijn go-to merk. Omdat dat altijd van het make-up had wat heel erg lekker rook. Ik weet niet of iemand dat nog herinnert. En dan hebben we hier een BB cream. Deze heb ik ook zeg maar in de normale variant. Dus gewoon, ja,
standaard variant van Bourjois. Die vind ik heel erg fijn. Ik weet niet wat het is, maar het is heel lief. Zou dit concealer zijn? Kijk dan. Het is zo klein. Ik denk dat dat een concealer is, want dit is de foundation. Kijk dan. En daarbij dan ook een poedertje. Ruikt het nog net zo lekker als vroeger? Nee, het ruikt niet naar die ik bedoel. Dit is van Olaplex en nog nooit wat van ontvangen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dit is de nummer 0. En de nummer 3. En ik weet nou niet of ik die allebei al heb. Ik weet ook niet wat ik hiermee moet doen. Het is zo professioneel. Oké, nou ik weet verder ook niet hoe dit werkt. En dan is dit denk ik het pakket die ik al verwacht. Ja, dat is dat. Dus dat hoef ik niet echt uitgebreid te laten zien. Dat komt nog. Goed, het is nu 7:45. Ik ga de bank op, want ik ben helemaal kapot. En dat was het voor vandaag. Dat was de dinsdag, wou ik zeggen, maar het is donderdag. Normaal gaat Reefje natuurlijk op dinsdag naar de gasthouder. Dus dat was even helemaal gek. Helemaal van me apropos. Maar goed, ik ga goede tijden kijken. Mooi. Wat mooi. Knapperd? Ben jij knapperd? Zoals jullie misschien hebben gezien, was ik met Reefje met de trein. En dat was zijn eerste keer. En hij vond het helemaal geweldig. Die piano vond hij ook helemaal het einde. Toen we eenmaal thuis kwamen, viel hij echt als een blok in slaap. En hij is nu net wakker. Dus hij is ruim 2 uur wezen slapen. Hi! Hi! Hoppa! Die ook! Hoppa. Kijk, en daarom ziet het er hier altijd zo uit. Want hij gooit letterlijk alles uit bed. Dag knapperd. Dag knapperd. Hey. Dan ben je lekker vrolijk. Ben je lekker vrolijk. Waar is Reefje nou? Kiekeboe. Knappie. Maar Reefje roept dus al de hele tijd in de speeltuin, trein, trein. En toen zei ik vanochtend, gaan we met de trein? En toen pakte hij gelijk zijn schoenen. Dus ik dacht, oh, dan kan ik het ook niet maken om niet te gaan. En normaal zou je ergens lekker naartoe gaan en lunchen en een koffietje drinken. Maar ja, er was nu gewoon niks. Dus we hebben op het perron hebben we een croissantje gegeten. Oh nee, toen had hij die mueslireep en in de trein had hij dan het croissantje. En het was wel super schattig. Hij vond het echt leuk. Het verbaast me hoeveel die snapt. Het is echt niet normaal. Oh, lekker. Oh, lekker. Ondertussen waait het echt niet normaal hard. Vanochtend werd ik wakker. Toen dacht ik, wow, wat een mooie dag. Echt waar? Echt waar? Oh, dat meen je niet. En hoe dichterbij het komt, dat kindje 2 komt, hoe emotioneler ik word met dit soort momentjes samen. Dat ik echt denk, ik wil eigenlijk gewoon ons houden, ons samen met tweeën. Is regen, ja. Dan denk ik, vind ik het zo makkelijk, eentje. En ik ga even snel daarheen en even snel daarheen met hem, zonder hem, maakt niet uit. En dan denk ik heel vaak, als er dan één bij komt, is heel je routine weg. En dat vind ik echt heel moeilijk. Een moeilijk besef. Maar ik hoor heel veel mensen die zeggen van 0 naar 1 kindje is moeilijker dan van 1 naar 2. Dus daar heb ik mijn hoop op gevestigd dat dat ook zo is. Maar goed, dat zijn allemaal van die zwangerschapsgedachtes, denk ik. Dat het gewoon bezighoudt. En dat je denkt, ga ik dit wel kunnen? Ja.
Goedemorgen, het is zondag en wij zijn net aangekomen in Bataviastad, of tenminste, dat is daar. Want we willen eigenlijk even kijken of we een koffietje kunnen halen en ik moest wat content maken voor Insta, dus we dachten dan combineren we dat. En het is wel open, maar niet zeg maar de winkels. Wedden, als hij straks beneden is, wilt hij weer naar boven. Ja! Ja! Wist het! Yes, hij was open. Wat? Reefje is verdrietig, want het water is niet aan. En ik hoop dat hij oprecht ook niet aangaat, want het is wel overal nat. Oh jee! Oba! Lukt ie! Het eerste item van de babykamer. Yay, okay. En ik ben 32 weken zwanger. Komt er bijna uit. Oh, wat erg. Het is precies hetzelfde bedje als Reefje, maar dan hebben we dit keer de houtkleur. Echt mooi, hoop ik. Oh. Reefje is goed aan het helpen. Alles voor de babyboy. Kijk dan, hij stopt er ook echt gewoon in. Hey! Wat goed! Nee, wat goed! En als ik zeg dat dit het eerste is van de babykamer, dan meen ik dat ook. Want dit is hoe de rest eruit ziet. En zo, en dan duwen. Of trekken. Trekken zeg je toch? Nou, dan trekt hij. Oh, doe je goed hoor. Helemaal fout. Nou. Je kan, nou. Echt, je kan echt niks. Nou. Nee. Gaan we naar opa en oma? Opa. Opa. Ga je mee? Mee. Ah. Naar opa en oma. Opa. Ik heb geen idee of ik vandaag gevlogd heb en wat ik gevlogd heb. Wel weet ik dat het nu 7:45 is. Super harde buik. Dus dat wil gewoon zeggen veel te veel gedaan, veel te druk. Maar ook echt heel druk in mijn hoofd. Ik heb net met mijn moeder even bij een dressoir gekeken. Wij willen namelijk hetzelfde dressoir als commode die we ook voor Revi hebben. Maar die is al maanden niet meer te krijgen bij de IKEA. Alleen maar de whitewash en dat vind ik niet mooi. En hij is gewoon nergens. Dus mijn moeder had via via iemand gevonden die hem dan te koop heeft. En ik heb ook het vest van mijn moeder gepikt. Ik hoop niet dat ze hem morgen op de fiets nodig heeft. 3 keer raden wat ik nu kom vertellen. Ik heb geen einde. Ik zie dat mijn batterij ook leeg is, dus ik moet dit snel doen. Dit was in ieder geval het einde van de weekvlog. Hij is een beetje abrupt gestopt, maar dat komt omdat ik hem veel te lang vond worden. Dus ik heb hem ook echt abrupt gestopt. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien. Als het zo is, doe je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah. Thank you.